gaan. We hebben 5 rijders in plaats van 6. Op u kunt start nummer 24, Isaac Jacob Mulder uit Boyle, doorstrepen. Ik ga het niet.
Jeremy, no pass on.
Tommy Dunkirk in de wachtrol. Die in één minuut te rijden. Ja, mooi, die rond kan.
middenterrein. Jeremy Jonkager heeft de leiding. Oh, oh, oh. Ja, kom maar. Ja, Marco, we zijn er vanavond. Hey, we gaan naar binnen. Hij zit op die tweede plaats. Ronnie Burk. Bouw, Marco, Jan van Marten. En de
de deur naar buiten gaat. Er hoeft maar een meter ruimte te geven aan die glorie. Dan zit hij er binnen. Daar komen ze. Oliver, Marco. Ja, nou wil hij buiten om. Dan is het Marco Glory. Marco. De drie. En de Thank you.
Daar komt ie! Jeremy Stonecarter, Douglas Miller!
Karel Prochaska. Zijde 22, Roelieburg 20 punten geven, de 3, de nummer 1, Marco 19, de nummer 4, Lester 18 en de nummer 2, William Matthijsen 17. De bloemen, de felicitaties voor de nummers 1, 2 en 3. En morgen komen de bekers, want het gaat nog over 2 wedstrijden voor de zijspannen. En nou nog de flowers voor onze jongens uit Engeland. En dat zijn Lester en Clive Goodwin. Goed, dames en heren, geeft u ze een applaus. Roelie van de Glaadhammer, Marco Gloria Riedren, Lester en Clive Schoenen. En de tweede set kregen we, start nummer 9.
zoek ik op. En dat is Jackie Graven. En op de derde plaats, de 34, Elke Kooistra. De felicitaties van het bestuur, van de rechter, de heer Heuker en de wedstrijdleider, de heer Molbeck. We hebben nog één finale te gaan, dames en heren. En die gaan we dan huldigen met het volkslied van de overwinnaar. Dat is de internationale klasse. Geef u een applaus, Martin Pastoor, Jackie Graven en natuurlijk Elke Kooistra. Ja, Cor, en ik loop even op Martin Pastoor af. Martin, jij rijdt de laatste tijd Speedway en je doet dat op een redelijke manier. En je rijdt er volgens mij niks meer plezier. Dat interesseert me niet. Pak lach.
Ze goed trekken blijven, hoeft nog niet weg te gaan. We krijgen nog disco hier. De catering blijft open. Wat ons betreft wel thuis. Tot ziens. Tot morgen vroeg rond de klok van 12 uur. Bij de tweede dag van de tweedaagse hier in Blijham. Wel thuis. Tot ziens. Trek de stekker er maar uit, jongens. Ja, ja. Nou, blijf niet meer in de taal. Hij moet het nog hebben.